Ik had vanmorgen bij het begin van de aankondiging van de ministers gezegd van dat we 4 jaar lang al praten over veiligheidsplan. Ik wil niet meer praten over veiligheid, ik wil praten over uitvoering. Daarom heb ik dat gezegd, niet dat er geen plan is, maar we hebben al 4 jaar daarover gesproken en nog steeds hoor je van veiligheid zo voelt in de samenleving is zoek en ik wil nu actie zien. Daarom heb ik dat gezegd. En ik heb ook tijdens de schorsing ook met veiligheidsautoriteiten gesproken. De minister is hier van Defensie, de minister van Justitie en Politie. En ik heb ook direct de minister van Financiën gebeld om te komen. En me te vertellen waarom het niet lukt. En ik mag u zeggen, meneer de voorzitter, dat beloofd is dat vanaf morgen die plan gaat worden uitgevoerd. En dat wilde ik hebben. Dus vandaar dat ik dat heb gezegd, 4 jaar lang wachten, wel uiteindelijk plan moet uitgevoerd worden en het wordt morgen uitgevoerd. Ja? Waarom ik dat zeg, meneer de voorzitter, als je ziet wat in het land gebeurt, elke keer hoor je de beroving, elke keer hoor je dit, het moet een keer opgehouden worden. Je gaat niet tot nul kunnen gaan, maar je moet dit kunnen beteugelen. En ik heb de minister ook gezegd, we hebben een nieuwe leiding gehad bij de politie. Ja, je krijgt alle ondersteuning. Maar laten we met alle middelen die we hebben, middelen of niet, desnoods we gaan legi aan u. Maar we gaan dit moeten bestrijden. En dat gaan we vanaf morgen doen. Er is een opdracht gegeven dat vanaf morgen, er zijn 200 man op straat. En dat moet gebeuren. Dat alle hoeken, alle controleposten worden verscherpt. En dat de criminelen dan moeten zien dat we geen grap meer maken. Dat gaat gebeuren vanaf morgen. Meneer de voorzitter, ik wil de samenleving van hieruit geruststellen dat de regering vanaf morgen die zaak gaat aanpakken. Aanpakken. We gaan niet meer lachen. Vandaar dat ik van hieruit, meneer Djogi, uw actualiteit heeft daarnet gezegd, dat ik weer een beroep moet doen. En ik wil het weer hier doen, meneer de voorzitter, naar de gemeenschappen, naar alle ouders die hun kinderen hebben, om te praten met uw kind. Tak nang yup ching, meki, anoge roof. Want als je een kind verliest, je gaat school to sutikiri. Dat is malassi. Van hieruit wil ik ook een beroep doen. Al den baranaresa, zij denk ik voor roof. Vanaf Tamara, dat de vrouw draai. En ik mag je zeggen, de politie gaat heel hard optreden. Dat noemt dat bakata mardakia, politie treedt te hard op. Laten wij als Surinamers en vooral de ouders van de kinderen, de samenleving, laten we met onze kinderen praten. We weten dat het land gaat ondertrangen, maar dat geeft niet de recht om te gaan roven, om andere mensen te gaan vastbinden. Je gaat roven, je gaat doen alles aan de trash, maar ze gaan worden getrangen. Dus ik wil eens met een beroep dringen naar alle Suriname, die vooral de moeders van de kinderen. En die vaders, en die vaders dan? Ja, die vaders ook. Alleen de tje moro archi de matok. Maar alle beide ouders, moeders en vaders vragen. Tak nanga dem ching. Mek de hoordens refi. Ja, ik kon het trangen, maar laten we. Mek de hoordens refi. Ja, want vanaf vandaag. Na 12 uur. Ja, in Saptaki. De matak zero tolerance. Waar inderdaad gaat het komen. En ministers, u krijgt de ondersteuning. Laat de korpsen hun werk doen. Als we niet voldoende middelen hebben, ik heb de minister gezegd, precies wat hij zegt, komen we bezuinigen naar veiligheid. Anders gaat het erger worden. We gaan daar niet bezuinigen. De minister heeft me ook beloofd dat er prioriteit gesteld wordt, waar gevraagd wordt naar middelen, dat die middelen vrijgegeven worden. Dus, minister, je kiest money, mijn vrede. Maar nogmaals, Suriname, ik heb daarnet gezegd, en de man met de Kazanliki plannen deed, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, voor jaar lang heb ik over veiligheidsplan. Make u gooi naar uitvoering nu. Dat wil ik zeggen. Laten we nu in uitvoering gaan. Defensie, je krijgt ondersteuning. Nieuwe korpschef, dat is hier. Bevelhebbers ook hier. Den Biggie Man de Jasso. En if one my sticky, dat wil ik zeker 2 maal.
De Maïseki, daarom zeg ik ook de zorgen dat hij oesap over veiligheid wil weten wat hoort. Ja? Maar ook nog liever zijn je nog allemaal moord dat hij nou een vrij. Laat maar niet zo praten, want ik ben zo dat hij. Maar ik ben zo aan vice-president, waar niet mijn president nu. Ja, maar dan moet ik praten tegen jou, ja. Maar gemeenschap die zie. U praat tot de Surinaamse samenleving. Ach, en soms die, is de voorzitter, om echt gewoon in met te actie en te gaan lezen. Ja. Dat is dan jouw heet. If them boy seki en you know arki, dat je go roof, Sorry. Ja, ik praat over. Luister nou, ik praat niet tot je. Je moet luisteren wanneer waarnemend president. Wanneer het goed gaat, zijn jullie gebaat daar bij de oppositie? Ja. Nee. Om te duimen dat het niet goed gaat. Nee, niet reageren op dingen die buiten de microfoon wordt gezegd. Ik ga niet reageren, bent goed op weg. Ja. Deze waarnemend mensen, president. Laat maar niet nog een keer zeggen. Nee, u was goed, waarnemend president. Jozef, nog focus, een keer. Focus u op uw boodschap naar de samenleving. Dat is belangrijk. Want voorzitter, we hebben een vraagstuk en we moeten het samen oplossen. Voorzitter, ik begrijp u. Ja. Maar deze mensen. Nee, ik ga je geen luister meer noemen. Ik ga je een andere naam geven straks. Voorzitter, je hebt mensen, Surinamers, die zitten te duimen dat het niet goed gaat met het land. En dat is niet goed. We zijn hier samen. We moeten oppositie, wanneer het gaat over veiligheid, moet oppositie en coalitie aan één kant staan. Dat moeten we doen. Maar als je hier komt en je hoort kraffen van Nogaboom, dat moeten we niet hebben. Laten we samen de gemeenschap oproepen om ook de regering te helpen. Om Suriname te helpen. Ja, ik heb al een beroep gedaan, voorzitter. Ik heb een lezing in de actie hier zijn bij. Daar ben je de mielding. Daar ben je de mielding. Daar ben je de mielding. Ja, alles is maar in het binnenland met Takyang auto Taki. Look up your tank with Takia, make what you need more. Make it if you pick out one side, make it balling. Yeah? That's what I said. We look for all the orders up on my kinderen to wash you up, take all the form of fun, the roofing of what that is. Goed, dank u wel. Ik wil het hierbij laten. Ja. Maar in ieder geval, vanaf morgen gaan we veranderen zien. Vanaf morgen, de man dit op de straat, de man dit op veld. Dank u wel. Dank u wel. Ik ben bijzonder blij, vice-president. U heeft zoveel mogelijk talen gebruikt die u machtig bent om iedereen te bereiken. Ja, en dat is belangrijk voor ons. Let Jones. Nee, maar dit... Goed. Kunnen we uitgeleide doen van de waarnemend president? Ik vraag de griffier om het. Ja. Goed, onder dankzij hun verdaag ik deze vergadering.